Nou ja, waar we het net over hadden, dan sta je op een gegeven moment in een aantal musicals. Maar wat dan? Want jij gaat een soloalbum opnemen, maar dat komt niet zomaar. Nee, er zat ook nog een periode tussen. Ik heb de laatste musical die ik heb gedaan was The Sound of Music. Mm-hmm. En dat was mijn eerste werk met kinderen. En dat triggerde toch wel bij mij het een en ander. Ja, het was heel puur. Die kindjes die, waren zo enthousiast. En als kinderen op toneel staan, dan beleven ze gewoon echt, weet je, wat er gebeurt. En dat raakte mij wel heel erg. En ik ben toen zwanger geworden. En realiseerde me toen ook wel dat musical op dat moment eigenlijk niet meer echt aan de orde was. Het is gewoon heel zwaar. Je bent 6 avonden in de week weg en het is gewoon echt heel heftig. Dus toen ik zwanger was, weet ik nog wel dat ik ook wel even een traan heb gelaten. Omdat ik me realiseerde dat ik dat dus niet meer kon doen. Maar ik ben toen wel doorgegaan met optredens in het land. Wel musical repertoire, maar geen vaste producties meer. En op een gegeven moment ontstond dan het idee om toch weer iets groters op te gaan zetten. Ja, want je hebt toen toch een demo opgenomen van een werk van Puccini? Ja, dat klopt. Ja, mijn man die is componist en producer. Uh-huh. Die is ook een muziekproductiebedrijf. En die maakte cd's voor de internationale danswereld. Dus aangepast op tempi waar mensen allemaal konden walsen en foxtrotten. En die zong ik vaak voor hem in de studio. Uh-huh. En daar zat Omio Babino Caro zat daarbij. En die heb ik toen ingezongen. En daar kwamen ineens gewoon ook vanuit de hele wereld reacties op. Van wie heeft dat gezongen? En daar zijn we toen mee naar Universal gegaan in de platenmaatschappij en laten horen. Nou, en de A&R manager die daar zat, die dus over het repertoirekeuzes en artiestenkeuzes gaat, die was ook meteen geraakt door die demo. En die heeft ons toen ruimte en budget gegeven om stukken uit te gaan werken. En toen schreef Jeroen mijn eerste single, solo single, Terra Promessa. En dat was ook gewoon een heel sterk liedje waarmee in één keer gewoon budget hoger werd en alles kon goed en mooi. En, zou jij jouw sound of jouw stijl kunnen omschrijven? Nou, het is alweer ook een beetje in de loop van de jaren veranderd. Maar 5 jaar geleden toen het begon was het echt crossover, noemden we dat toen. Dus vrij klassiek gezongen met een meer popgericht beat eronder, arrangement en een beetje Il Divo-achtig eigenlijk wat je nu hebt. Mm-hmm. Het tweede album was iets poppier en eigenlijk het album wat nu uit is, Here and Now, is weer iets intiemer. Dus een persoonlijker ook. Ja. De vorige twee albums hadden ook echt een thema. Dat ging over legendarische vrouwen uit de geschiedenis. Dus dat was best wel een beetje musical getint ook. Ieder liedje was eigenlijk een klein mini-musicaltje. Een verhaal over een vrouw. Ja, ja. En ik had vrouwen nu wel als bijvoorbeeld Cleopatra, Jeanne d'Arc, Mata Hari. Hillary Clinton hebben we zelfs ook een stuk over gedaan. Gewoon vrouwen die mij wel intrigeerden van hun leven, de keuzes die ze maakten. Maar bij het laatste album hadden ze iets van toch een beetje dichter bij mezelf te gaan houden. En dit is een wat intiemer album. En ik denk als je dit moet omschrijven qua stijl, dat het meer lyrische popmuziek is eigenlijk. Het is iets minder klassiek, denk ik, geworden. Nou, ik wil daar nog wel iets meer weten over wat ik me voor moet stellen van je show Here and Now. Want het zal zeker ook met je cd te maken hebben. Ja. Maar hoe je dat opbouwt, hoe je dat aanpakt. Ja. Maar wij gaan je nieuwe programma Here and Now. Je zei net al, het staat dichter bij mezelf. Het gaat nu niet meer over andere vrouwen, het gaat nu over één vrouw. Ja, nou niet zozeer, het is geen ego-trip, maar het is meer zeg maar alles wat mij bezighoudt. Maar dat is eigenlijk ook tegelijkertijd wat heel veel mensen denk ik bezighoudt. Ik bedoel, op zich is ieder mens natuurlijk wel uniek, maar je deelt wel heel veel dingen. En dat merk ik ook tijdens de show, de herkenning van mensen in de zaal met de inhoud van de teksten is gewoon heel groot. Er komen ook heel veel vrouwen op af, vind ik ook heel leuk. Ja? Dus heel trouw publiek, heel veel vrouwen. Ja, het centrale thema is eigenlijk om niet vast te blijven zitten in het verleden of te wachten op de toekomst, maar heel erg in het nu te leven en op dit moment bewust te zijn en te genieten van wat je hebt. Mm-hmm. En er zijn een aantal stukken voor mij heel persoonlijk. Bijvoorbeeld een stuk over mijn kinderen wat ik heb geschreven. Dat schrijf je zelf dan? Nou, de teksten, de insteken, wat ik wil vertellen, dat zet ik op papier in het Nederlands. En een Italiaanse tekstschrijver in een aantal gevallen heeft dat vertaald in het Italiaans. Maar het is dus wel iets wat, dat vind ik het mooiste om iets wel te zingen wat vanuit mijn bron ontstaat, zeg maar. Ja, hoe groot is jouw vinger in de pap? Hoe bepaal jij van
dit stuk wil ik wel, dit stuk wil ik niet. Of die muziek vind ik wel mooi. Of, ja, maar nou, gaat dat helemaal? Groot, ja. Ja? Ja, ik heb met Tjeerd Oosterhuis en Jure Haanstra dit album zeg maar, opgenomen. Ja. En er zijn heel veel stukken binnengekomen, ook een aantal stukken speciaal geschreven. En wat we hebben gedaan is, ik heb in eerste instantie zelf geluisterd wat mij raakt, waar ik kippenvel van krijg, of in ieder geval wat bij mij binnenkomt, die geselecteerd. En daarna zijn we gaan demoen, dus gewoon proefjes maken zeg maar, om te kijken hoe het dan ook klinkt met mijn stem erbij. En ja, zo schift je eigenlijk steeds en uiteindelijk blijven dan de stukken over die gewoon op alle fronten het meest aansluiten bij, bij wat ik wil doen. En ja, ik denk dat dat heel, heel mooi gelukt is. Er zitten een paar hele positieve dingen in, ook een paar zware dingen in. Er zit ook een heel mooi stuk, vind ik zelf, van een Noorse componist over het, de angst om iemand te verliezen waar je veel van houdt. If Came the Hour heet dat. En dat is voor mij echt zo'n moment in die show. Daar kan ik zelf helemaal me in verliezen dan. Yeah. Maar ook hele positieve dingen, zoals ik zeg, over mijn kinderen en over de liefde en over vrijheid. En, ja. En is de keuze en de muzieksoort helemaal jouw smaak? Of kies je iets wat, wat bij je past? Maar waar je zegt van nou ja, kijk, als ik echt zou mogen kiezen, zou ik misschien wel een ander genre doen, maar past nee. Niet bij mij? Nee, het is wel heel erg mijn eigen ding ook. Ja, uh-huh. Dat is absoluut, dat lijkt me inderdaad heel moeilijk. Als je stem zich bijvoorbeeld leent voor hard rock en je houdt van klassiek of zo. Ja. Maar bij mij matcht dat heel mooi. Dat komt heel mooi samen. En zoals Andrea Bocelli vind ik bijvoorbeeld ook prachtig. En dat is ook wel iets wat heel erg in dezelfde. Daar heb je ook mee gezongen, hè? Ja, ja. Ja, dat was een paar weken geleden. Heel gaaf. Ja, bij een concert van hem in Zweden, 2 duetten met hem gedaan. Geweldig, ja, hè? Ja, en dat was echt wel een droom dan. Hè? Dus dat, En wat vind je dan bijvoorbeeld van zo'n Emma Chaplin? Ja, die ken ik. Die heb ik ook bij een concert gezien. Ja, die, eigenlijk zat zij heel erg in de stijl van mijn eerste album. Dus heel het, ja, klassiek benaderd, uh-huh. Met een popbeat. Ja. En ja, het is nu eigenlijk niet meer zo vergelijkbaar met wat ik nu doe. En ik heb ook eigenlijk van haar helaas helemaal niet zoveel meer gehoord de laatste jaren. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Maar ik hoorde nummers van jou en toen moest ik daar wel aan denken. Ja, het heeft absoluut raakvlakken. Ja, de lyriek in de zang en ja, dan wel gewoon licht gehouden. Nou, Petra, het zit er bijna op. Helaas. Het was erg leuk om jou hier te hebben. Zeker. En we hebben aan het einde van het programma altijd een prijsvraag. En daarmee kunnen mensen kaarten winnen voor in dit geval jouw voorstelling. Ja. En dan zou ik het leuk vinden als jij een vraag zou kunnen bedenken waarmee ze die prijs verdienen. Oké. Nou, ik denk dat het een goede vraag is. Met welke beroemde, internationaal bekende zanger heb ik laatst een duet mogen zingen? Ze heeft het genoemd, dus voor de goede opletters. Nou, wij zijn er volgende week weer en dan heb ik Ruth Chacot als gast. Dus dat wordt ook vast heel erg leuk. En verder kunt u de uitzendingen van Chassé TV terugzien op tvenco.nl of op www.chassé.nl. Graag tot volgende week.